Hallo allemaal en welkom. Welkom op deze dinsdagavond, 31 maart. Laatste dinsdag van maart. Gaan we kijken of jullie op mijn Facebookpagina al zijn. Ik ben echt 10 minuten geleden naar boven gegaan. En ik dacht, oh ja, het is al 8:30. De zomertijd zit er bij ons nog niet helemaal in. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat we niet naar school gaan op het moment. In verband met het coronavirus natuurlijk. Dus wij ja, we hebben helemaal geen wekker staan. We staan op wanneer we wakker worden. Dus we gaan ook later naar bed. En het is natuurlijk buiten niet meer zo... ja, nu pas begint het donker te worden. Dus ik was een beetje de tijd vergeten. Maar goed, eens even kijken. Hallo allemaal en welkom. Er zijn al wat kijkers, nog niet heel veel. Ik hoop dat ik... Ja! Hallo, hallo. Welkom. Ja, die zomertijd. Ik denk wel meer ook hoor, want ik zie ook nog maar heel weinig mensen online komen. Dus die zomertijd is natuurlijk nog wel aan een dingetje. En ik merk ook dat ik een beetje overweldigd word door alle live video's op Facebook op dit moment. Ik heb ook heel hard getwijfeld of ik nog wel in deze periode even mijn live video's moet blijven doen. Want er is zoveel aanbod op het moment. Maar aan de andere kant is dit wel echt mijn dinsdagavond uurtje om te scrappen. Met jullie en gezellig. Dus ik blijf het wel doen, want anders ga ik jullie het veel missen. En nu kan ik ook gewoon even gezellig kletsen enzovoort. Ik had deze foto gemaakt voor mijn post met de jongens. En het is een heel goed voorbeeld van onze dagen op het moment. Als Robin klaar is met zijn huiswerk, mag hij gamen. Dus die zit met een koptelefoon op en een luidspreker. Matthijs zit hier zijn spellingenlessen te maken op de laptop. En dus het is echt een beetje een goede tijd. Of een goede foto. Dus die gaan we vandaag scrappen. Ik heb hem net even snel uitgeprint. Want ik had nog helemaal geen tijd gehad om te lezen wat jullie vonden dat ik ging doen. En de meerderheid zei, dit is een leuke foto. Ga deze scrappen. Dus dat gaan we doen. Dus hallo allemaal. Ik hoop dat iedereen van jullie nog gezond is. Dat iedereen van jullie vanuit huis kan werken, nog zijn baan heeft, geen stress heeft, enzovoort, enzovoort. En dat je het beste ervan van maken kan, zeg maar. Dat is wat ik hoop. Hoi allemaal, hoi Jona, hoi Monique, Judith, Lenny, Suzanne. Gezellig, gezellig. Dus, we gaan gewoon aan de slag. Ik heb deze foto. En omdat ik hem print met de selfie, en het was een vierkante foto vanwege Instagram, heb ik de onderkant nog maar wat dingetjes uitgesneden. Ik wil niet zeggen dat ik het ga gebruiken, maar ik heb hem uitgesneden. Ik zie dat er heel veel geel poeder, krijt, watercolor, iets op mijn trimmer zit. Dus dat moet ik even schoonmaken voordat al mijn foto's... Oh, die is sowieso wel even een beurtje heeft die nodig. Voor de mensen die het niet weten, van de trimmers, ook die van Tonic, kan je dit dingetje eraf halen. En dan kan je hem eventjes goed schoonmaken. Want ik ben natuurlijk altijd, dan heb ik mijn lijm al ergens op gedaan. En dan vergeet ik dat ik nog een randje af wilde snijden ofzo. Dus er zit bij mij altijd heel vaak lijm op en verf en dingen die nog niet droog zijn. Dus op deze manier kan je dat schoonmaken. En dan voorkom je dat je foto's vies worden. Dus dat probeer ik altijd zoveel mogelijk te doen. Heb je nou deze en je denkt, wat snijdt hij toch slecht? Check even of er niet hier nog een plasticje overheen zit. Dat had ik in het begin. Dus, die kan erop. Nou, we toch bezig zijn, doe ik ook eventjes deze plaat even schoonmaken. Dan is alles weer helemaal fris. Want ik was de tijd dus vergeten, dus ik heb helemaal geen tijd gehad om me voor te bereiden. Kijk, ze hebben geel nog. Het enige wat ik van mijn bureau afgehaald heb, zijn stansen die jullie nog niet mogen zien. Ik weet ook nog niet wanneer ze online gaan komen. Dus ik ga ze ook verder dan dat gaan we het niet over hebben. Dat is wel gemeen, hè? Goed, mijn foto ging ik snijden.
deze eraf. En nou heb ik hier heel veel collecties liggen die ik meegenomen heb van de beurs natuurlijk. Waar ik nog niks mee gedaan heb. Ja, doorsmeer met je werk. Ja, precies. Ja, fijn is hij, hè? Ik ben er heel blij mee ook. Het kijkt gewoon fijner, zo'n witte plaat. Dat is, ja, gemeen, hè? Ja, ik kan echt niks laten zien. Ik heb ze hier in mijn handen, zo. Ik kan vertellen dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setjes zijn. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Maar of dat daarbij blijft, of dat weet ik allemaal niet. Maar, nou, ik heb heel scheef gesneden. Is er een papierlijn waar je nieuwsgierig naar bent? Het liefst van American Crafts, want daar heb ik de spullen van liggen. Die je wel wil zien. Dan kan ik daar eens kijken of ik het heb. En dan kan ik misschien al wat van laten zien. Monique, niet alleen van de kleine planner. Ik heb nog meer liggen. Nou, hou ik echt op. Goed, dat was een geheimpje. Maar goed, ik heb bijvoorbeeld hier allemaal 6x8 paperpads. Deze was ik heel erg benieuwd naar. En dit is de Mixed Media Ready to Use paperpad van Vicky Boeten. En dat is heel mooi dik papier al met foliedruk erop. En die is echt zo ontzettend mooi. Zo mooi dat ik dat ik niks van gebruik. Ook omdat ik niet op 12. Ik vind het echt achtergronden voor 12 en 12. Dus die gebruik ik niet snel. Maar er hoort nog meer bij, die lijn. Deze hoort er ook bij. Die is ook echt super tof. Ook een mooie lijn. Dus misschien. Ja, we zoeken natuurlijk iets voor thuisblijven. Here we go. Love this adventure. Nou, dat vind ik nou niet echt een leuke. Never Grow Up. Die is misschien wel leuk. Van Chamel. Deze gaan we doen. Ik weet het al. We gaan met de storyline aan de slag van Heidi. Eens even kijken wat ik daar nog meer van uit kan. Mouw kan toveren. Heel veel dus. Even kijken. Dit is van. Dit zijn de stencils, maar dit zijn niet die van Heidi Swap. Wel van Heidi Swap, maar niet van de storyline. Even kijken. Is dit storyline? Dit is storyline. Dit zijn de stencils. Stempels. Even spieken hoor, wat we hebben. Ik heb hier stickers. Sun and Fun is ook een leuke. Nou word ik meteen betrapt op mijn niet voorbereidheid. Maar misschien kan ik wel even laten zien hoe die werkt. Van de storyline. Als ik het album eventjes binnen handbereik heb. Ik ben niet weg hoor. En ik had een album. Ah, hier. Ik sta er gewoon overheen te kijken. Dit is een nieuwe project van Heidi Swap. Nieuwe albums. Het is een 6x8 album. En ik vind het wel weer, het is echt wel weer wat voor Heidi Swap om hiermee te komen. Het is echt weer een heel ander systeem. Dus wat ze bedacht heeft, is dat er drie verschillende soorten documenteerders zijn. Dat kan zijn een Project Life of een foto, journaler en nog iets. Nou weet ik natuurlijk niet welke dat is, maar alles zijn eigenlijk onderdeel van deze boekjes. En dit zijn eigenlijk gewoon schriftjes. Dus je kunt ook gewoon eigen schriftjes gebruiken.
Deze heeft stippeltjes, ruitjes en blanco. En nu is dit album, heeft deze metalen, die zitten hier aan elkaar met een plakbandje. Zo. Dit album heeft metalen pinnetjes. En die pinnetjes die kunnen een beetje buigen en daardoor kun je ze eruit halen. Je legt je boekje. Dus eigenlijk is het een traveler notebook. Zo kun je het zien. Je boekje leg je hierin. Je schuift dat pinnetje er weer terug in. En je boekje zit vast. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een TN boekje. Dit is een TN boekje. Die kun je er ook insteken. Hetzelfde principe. Pinnetje los. Boekje erin. En het pinnetje weer vast. En op die manier zet dat vast. En dan kun je zo je hele boek vullen. Je album vullen met allemaal papiertjes en boekjes. Nou, hoe voller dat is, hoe mooier natuurlijk. Dus dat is het systeem van Heidi Swap. En nu ik dit zie en mee aan het praten ben, denk ik, misschien is het leuk om deze periode vast te leggen in een apart album. Ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Daar moet ik even over nadenken. Maar dat zou betekenen dat ik deze wel hierin kan scrappen natuurlijk. Of maak ik gewoon 12 bij 12 van voor in mijn album. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb wel heel veel fotootjes. Ik zou er op een of andere manier vast ook Project Lijzenhoesen in kunnen krijgen. Maar allerlei boekjes en folders. Misschien kan ik aan folders komen over de gezondheid van nu. Ik heb natuurlijk schoolprojecten, knutselprojecten die we extra doen. Dan is dat misschien wel weer leuk. Ik denk dat ik dit wel leuk vind. Het grappige is dat ik dit soort dingen altijd pas bedenk als ik het zie. En dat zou betekenen dat ik dan ook wel weer even een nieuw projectje heb. Dus ik kan hier een art journal van maken. Een bullet journal, want ik merk dat ik heel erg mijn gedachten, mijn dagplanning op moet gaan schrijven. Laten we dat doen. Ja, gaan we doen. Nieuw project, dus dat gaan we doen. Spullen genoeg. Er komen ook TN's in. Misschien geef ik de jongens allebei een TN. Mogen ze daar ook in kliederen en spelen. Doen we die ook hierin. Dat is leuk. Dus, dit wordt een 2020 geschiedenisboek. Ik denk dat we het zo even moeten doen. Ik vind de kleuren ook heel toepasselijk. Niet te happy, maar ook weer niet te somber. Ik ga dit niet op deze pagina doen. Want dit is al week de derde week dat we thuis zijn. Dus ik kies gewoon hier in het midden even een bladzijde. Of ik ga een pagina losmaken. Zoveel foto's heb je ook niet. Nou, waar ik mee zit op het moment, is dat ik niet al die foto's van het internet. Ik krijg heel veel van die hele grappige plaatjes op mijn WhatsApp. Die doorgestuurd worden van een dinosaurus die zijn handen niet kan wassen. En daarom zijn ze uitgestorven. Allemaal kleine dingetjes waarvan ik denk, oh, dat vind ik grappig. Die sla ik op mijn filmrol. En daar wil ik wel wat mee. Maar die vind ik niet geschikt om daar een hele Project Life album van te maken. Of dat in mijn jaaralbum te stoppen. Dus deze foto gaat ongetwijfeld nog in mijn weekfoto's. Dat ongetwijfeld. Maar ik vind het wel interessant. En ook voor de jongens. Om daar wat mee te doen. Want ik merk, de oudste is 9. Die gaat er best. Ja, die wil best wel wat. Die wil ook verhalen schrijven. Nou, dat kan mooi. En de jongste ook. Die zit in groep 3. Die wil ook verhalen vertellen vooral. Nou, misschien dat we daar zo wat mee kunnen. Ik heb een typemachine natuurlijk staan.
Dus daar kunnen we ook wel wat mee. Ja, ik denk dat dit een leuk project gaat worden. En eigenlijk vind ik deze, die eerste, ook al erg leuk. Hoi Eline. Dus misschien ga ik gewoon scrappen hierop. En dan plak ik het er gewoon in. Nou, we kunnen er wel een spread van maken. Het hoeft niet zo. Ja. We gaan lekker aan de scrap. Heerlijk. Dus ja, ik zie het. Oh, jongens, dit had ik nodig. Dank jullie wel. Zie je? Daarom moeten we dat niet opgeven. Even kijken. Dit is een 6, dus 3 is de helft. Dan kan deze kan hier. De foto moeten we lekker matten. Kijk, je hebt ook heel veel van dit soort dingen. Vind ik ook leuk. Deze You and Me wil ik gebruiken. Maar ik zou eigenlijk mixed media doen. Maar ja. Een corona-project, precies. Een hele corona-woordenlijst. Ja, het is wel geschiedenis, hè, wat we schrijven hier. De hele wereld gewoon staat stil. En wat betekent dat? Voor iedereen is het anders. En wij zijn heel erg gelukkig dat wij thuis kunnen werken. En dat we tijd kunnen maken voor huiswerk. Dat we de middelen hebben. We zagen op het jeugdjournaal dat er heel veel kinderen zijn die gewoon geen computer of telefoon of iPads of wat dan ook tot beschikking hebben. Hoe geef je die les op dit moment? En zo, dan denk ik, ja, wij zijn daar toch wel. We mogen ons wel gelukkig prijzen. Nou, let's go. Is niet van heel erg van toepassing. You and me. Oh, Erika. Nou, Erika, ik was mezelf ook vergeten, want ik was ook te laat. Dus dat scheelt. Dan ga ik de achterkant van deze pagina's nog wel even, denk ik, gessoen. En nog wel iets met waterverf doen. Daar heb ik wel zin in. Dus even kijken hoe dat gaat. Ja, dat weet ik wel, Stefanie, dat ze zich kunnen melden bij Leergeld. Maar het gaat vaak om mensen die geen Nederlands praten. Die weten niet dat ze daar naartoe kunnen gaan. En dat is best wel, ik vind het wel heftig hoor. Even kijken, dit gaan we even insmeren met gesso. Oh ja, daar gebruik ik die van Vicky Boeten voor. Die gaat heel hard ook. Ik gebruik daarvoor een. Laat ik een kwast nemen dit keer. Dat is een lekkere dikke gesso. En daarmee smeren we de pagina's in. Vorige week had ik al gezien dat, of gezegd dat, dat Vicky Boeten heeft heel veel video's online staan over een art journal. En dat moest allemaal in een week en snel. Nou, dat was zoveel dat ik daar helemaal geen tijd voor had om naar te kijken überhaupt. Maar ook om het overweldigde mij een beetje. Dus het werd echt een beetje veel. Oh, er gaat een wekker af. De jongens die liggen nog niet op bed ook. Die moeten nog gaan slapen. Ik denk dat ze dat nu gaan doen, want er gaat een wekker af. Ik weet niet of ze die horen, of dat ze niet stop gaan zetten. Maar goed, maakt niet uit. Als die niet te lang afgaat. Jullie horen jullie de wekker of niet? Wat zijn we aan het maken? Nou, Erika, ik heb net besloten dat we een geschiedenisboek gaan maken. En dat ga ik doen in het nieuwe systeem van Heidi Swap. Dat is de storyline. Dat is een album waar boekjes in gaan. En ik was dat systeem eigenlijk een klein beetje vergeten. En ik zal hem zo meteen op het einde nog wel een keertje even laten zien.
En ik denk dat ik daar deze hele periode in vast ga leggen. Wat ja, echt een beetje geschiedenis. Dan kan ik het ook een beetje allemaal opschrijven. En een beetje documenteren. Ook hoe wij het ervaren. Hoe de jongens het ervaren. Dus het coronaboek. Ik hou niet van het woord corona. Maar goed, heb je niks aan te doen. Het is nou eenmaal zo. We hebben net gehoord dat de jongens in verband met mijn vakantie pas 11 mei op z'n vroegst naar school gaan. Dat is op z'n vroegst. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat het daarna misschien nog wel verlengd gaat worden. Ik durf het niet te zeggen. Precies, mijn koekjesbakfoto's. Ik probeer ook echt wel bewust elke dag wel foto's te maken. Oh, ik heb geen potje water hier. Een potje water van vorige week, maar raad ik niet aan. Maar goed. Het is maar even niet anders. Nee, we proberen ook echt wel bewust foto's te maken. Zo hebben we bijvoorbeeld gisteren alle Playmobil naar beneden gehaald. Alles zijn we aan het uitzoeken en aan het sorteren. En wat stuk is, dat wordt gelijmd. En we zijn helemaal druk daarmee. En, dus dat is eigenlijk wel leuk. Je wil in je HP's, je happy planner, neem ik aan, een verslag maken. Dat is ook wel leuk. Maar die heb ik niet, inderdaad. Zoals, hoe hebben we geslapen? Maar waar ik steeds tegenaan liep in die happy planner, was dat het... dan heb je die bladzijden die al vastzitten. Dan kan ik niet zoveel, dan heb ik niet zoveel ruimte. In een TN heb ik te weinig ruimte ook. Dus dit systeem, die storyline, ik vind de kleuren ook wel mooi passen. Dit is het boekje. En dit is de TN-elastieken, zo kan je ze noemen. En dan kun je van alles in doen. Maar je kunt dus ook TN's erin doen. Maar dit zijn de schriftjes die erin kunnen. Maar een gewoon schriftje kan er ook in. Dus ik denk dat ik ook de jongens wat laat maken. En een van die... dit schriftje is een bullet journal. En dit schriftje is een ruitjes. En dan dit is een blanco. Dus... ja, je kan er wel een beetje op losgaan. Dus we kunnen daar naar kijken. Ik ga even dit drogen. Nou, heb ik ook aangedacht om het in mijn Elizabeth Craft Design Planner te maken. Maar, dan kan ik dat niet even snel op de bank doen. Dan moet ik het weer naar boven om te stansen. En nu... dus ik zoek eigenlijk iets wat ik beneden aan tafel met de jongens kan maken. Terwijl hun huiswerk aan het maken zijn. En dat kan met dit heel goed. Kan ik gewoon bullet journalen en wat schrijven. Misschien wat tekenen. Dus dat vind ik wel leuk. We hebben inmiddels al een printer beneden staan. Het wordt veel geprint. Vind ik net iets van Star Wars R2-D2 of zo. Even kijken hoor, Erika. Wat bedoel jij? Oh, je vindt COVID-19 vind je iets Star Wars-erig. Nou, we kunnen natuurlijk wel een keertje facetimen. Maar de jongens die hebben steeds mijn mobiel nodig. Ja, nou, ik stans met een ongeluk. Maar dan moet ik toch weer naar boven. Dan moet ik te veel naar beneden halen. Dat is het eigenlijk ook meer. Even kijken. En het leuke, wat ik nou wel leuk vind, is dat dit echt kleurtjes zijn die ik niet zoveel gebruik. Watercolor papiertjes. Even kijken, we hebben hier metallics. Vind ik te metallic, wil ik niet. Even kijken, de pastels denk ik dat ik nodig heb. Ik weet gewoon even niet meer welke dit is. Hoe erg is dat? Oh, dat is ook nog niet eens open. Dit is denk ik een... oh, is van Paper Fashion ook deze. Nou, zullen we deze dan eens doen? Even kijken hoe dat uitkomt.
Hoe erg is dat? Heb ik gewoon hier waterkannen liggen die gewoon nog niet eens open zijn. Nou, ik weet wel waarom. Omdat ik deze dingetjes eigenlijk onderop moet plakken. Daar heb ik nu geen zin in. Dus daar ga ik spijt van krijgen, maar het is niet anders. Dit is de storyline van Heidi Swap. Dat papier. Ja, en die boekjes zijn allemaal storyline. Deze niet, de watercolors. Ik hoop dat je het... Is het, kan je het nu wel zien, inmiddels? Ik zit al op mijn 3G, want... het gewone internet hier in huis is echt heel slecht. Het was al slecht, maar nu iedereen op het internet zit, is het heel erg slecht. Maar dat komt wel goed. Ja, wie wat bewaart, die heeft wat, hè? Je maakt elke dag 2 foto's en je maakt 9x12 album. Doe je die foto's dan in je 9x12 album? Of is dat gewoon je dagelijkse album? Je kan best afspreken via Zoom. Ja, zeker tijd voor een versterker. Komt ook wel goed. We moeten nog heel veel. Die week dat ik ziek in bed lag, toen had ik er wel de pest in, hoor. Mijn handen kan je prima zien. Oké. Dat is fijn. Via Zoom. Ja, daar hoor ik heel veel over Zoom. Maar dan kan je met 100 man tegelijk of zo, hè? Hoe moet ik me dat voorstellen? Krijg je dan 100 man wat te zien? Dat je die mensen ook ziet? Want nu ben ik de enige die je kunt zien. En of je nou in je onderbroek naar mij ligt te kijken of niet, dat maakt natuurlijk niet uit. Dat klinkt wel een beetje raar. Of je nou gewoon lekker in je pyjama zit te kijken, dat maakt helemaal niet uit. Maar in dat Zoom, kan iedereen jou dan zien? Dan moet ik eigenlijk even een schoon bakje water hebben. Nou, dit is een aardig potje. Het drinkwater is ook overal goed voor, hè? Ik ben overigens nog steeds een beetje verkouden. Oh, dan heb ik hier een hele lekkere grote kwast. Is het al een beetje droog? Nou heb ik hier die strepen. Nou kan ik 2 dingen doen. Of ik ga deze strepen een beetje doortrekken. Of we gaan hier gewoon mooie vlekken achter maken. Ik denk dat vlekken wat duidelijker is. De bladzijde van de Harry Potter. Hoe bedoel je? Van de Happy Planner. De Happy Planner niet altijd handig qua indeling. Dus dan gebruik je de Happy Planner. En dan beplak je die met papier. Is dat wat ik daaruit begrijp? Even kijken, dan ben ik natuurlijk heel benieuwd. Die roze, die is echt heel roze. Die is natuurlijk veel te roze. Ja, ik zeg het veel te roze. Maar als ik die meng met een beetje dat autumnkleurtje. En hem dan wat lichter maak. Dan heb ik wel een hele mooie. Een klein beetje roze erbij. Een klein beetje wit wil ik erbij. Oh, is het een beetje te zien wat ik doe? Ja, dan krijg je mooi dat kleurtje. Dus gaan we gewoon een beetje veel vlekken aanbrengen. Nou, kun je meteen zien waar ik wel goed gegesseld heb en waar niet. Maar dat maakt niet uit. Ik heb natuurlijk niet genoeg van dit kleurtje gemaakt. Nog iets roze. Zie je meteen hier dat doorheen trekken? Dan heb je kans, want dit papier zal wel niet heel... Ja, dan ga ik daar even een doekje tussen leggen of een A4'tje.
Want anders trekt het helemaal door naar mijn volgende pagina. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus wat ik doe, ik leg even een keukenrol ertussen. En een plasticje. Als ik er te pakken krijg. Zo. Dat voorkomt dat hij doorlekt naar de volgende bladzijde. Dus doe ik aan deze kant ook. Heb ik alleen geen papiertje. Maar goed, dan maak je het ervan uit. Zo. Deze lijkt iets beter gegessoed dan die andere. Die groen vind ik ook heel erg mooi. Dus die gaan we er ook een beetje zo doorheen doen. Het voordeel van waterverf, als je het te donker vindt, doe je gewoon een beetje water erbij zo. En dan denk ik dat ik groene spettertjes wil hebben. Oké. Oh, wacht. Ik hoor jullie heel veel. Wacht even. Wat gaan jullie lezen? De indeling van de weken wel gebruiken. De vakjes. Mijn vriend maakt daarvoor een nieuwe indeling. En dan de pagina. Zelf printen. Oh, leuk. En doe je dat dan gewoon met bestaande ringen dan of zo? Of heb je wel een happy planner gekocht? Hey Karim! Ik deel wel een dropje. Altijd leuk. Hoi Inge, hoe is het in Italië? Chantal, ik heb dit jaar weer in zijn 1 na jaren niet. Daarna weer even overslaan. Nou, ik heb hem dit jaar niet. Een happy planner, maar ik gebruik hem echt daadwerkelijk om te plannen. En ik mis hem, zeker nu op dit moment, mis ik hem echt heel erg. Dus ik twijfel ook heel erg om niet nu de 18 maanden versie aan te schaffen. De toekomstige dingen. Maar ik doe hem er niet in scrappen, zeg maar. Ik gebruik hem echt om met stickertjes en afspraken. En ik dacht altijd, nou, ik doe er niet zoveel mee. Dus hè, ik hoef dat niet. Laat ik hem dit jaar overslaan. Ik mis hem dus toch wel. Kijken of het bruine. En ik wil ook wel iets groens, wat donkergroen. Maar dat heb ik hier niet in zitten, dus laat ik blauw. Oh, dat is geen blauw, jongens. Blauw. Dat helpt natuurlijk niet als je kast afveegt. Dat is zwart, dat is ook geen blauw. Zal er blauw in zitten? Niet deze blauw natuurlijk heb ik gezien, hè. Maar ik zoek het donkerblauw. Ja. Oh, wat een mooie blauw. Dat is een hele mooie blauw. Die ga ik mengen met die lichte groen. Even kijken wat voor kleur. Precies de goede kleur komt eruit. Die ik wilde hebben. Een beetje wat donker te toevoegen. En ik denk dat ik die blauw zelf, want die vind ik ook echt heel mooi. Gewoon hier en daar wat gaat toevoegen. Zo. Wat water. Zo een beetje uit laten lopen. Ja. Helemaal leuk. Hier en daar. Wordt het een beetje te veel. Dus dan deppen we het even weg. Zo. Nou, Karin, ik weet niet, jij komt wat later in stappen. We gaan een geschiedenisboek maken. We gaan een corona-album maken. Hebben we net besloten. Dankzij jullie. In de storyline van
van Heidi Swap. Ook leuk om allerlei techniekjes denk ik in uit te proberen. De kleine gebruik je echt als agenda, de grote om te documenteren. Leuk, Anja. De mini als agenda. Ik vind de mini echt te klein. Gaat het slecht in Italië, maar het begint ietsje te dalen. Ja, het is verheftig, hè? Tracy Reed op YouTube. Wacht even hoor, wat lees ik daar? Tracy Reed op YouTube. Leuk. Ik ken haar, van naam ken ik haar wel. Oh, tot september niet meer naar school. Is dat in Italië, Inge? Vanaf 21 februari thuis en vanaf tot aan september niet meer gaan. Wat heftig, hè? En wonen hun ook in de gebieden waar het zo heftig is? Dat album van Storyline 8,5 bij 11. Volgens mij wel. Kan ik dat even snel opmeten? Even kijken hoor. 8 bij 9. Dus misschien is het... album zelf 8 bij 11, maar de schriftjes zijn 8 bij 9. Zo, ik ga ze nog niet helemaal opbergen, want dan weet ik dat ze nog in de buurt liggen. Ik weet niet of ik dit nog ga doen. Eens even kijken. Deze kunnen er wel uit. Wel goed dat ze gebruikt zijn, want ze zijn dus wel een beetje vochtig. Misschien dat ik de rest nog even moet feunen. Dan wel weer iets om rekening mee te houden. Maar je kunt dat natuurlijk gewoon prima bladzijden erop plakken. HBO's tot 1 juni. Dat zou kunnen. Ah, doe de groetjes, Karin. Ja, het was een pittig weekje. Afgelopen week. Iemand... de school van mijn nichtje hier in Lelystad is afgebrand. Vind ik heel sneu voor haar ook. Nou stond de school wel op de nominatie om afgebroken te worden. Maar ze hadden helemaal een afscheidsfeest gepland. En ja, dat kan nou niet meer. Dus toen ik haar van de week belde, toen moest ik wel eventjes... Dus ik wou wel even een klein beetje van slikken. Want zij moest ook huilen. En toen dacht ik, ach meid, ik wil je een knuffel geven. Ik zeg, wat had je liggen op school? Alleen wat kleurpotloden, zegt ze. Ik zeg, nou, dan krijg je van mij nieuwe kleurpotloden. Wat voor kleurpotloden waren het? Ja, zegt ze, van de Action. Ik zeg, nee, die waren vast van Bruinzeel, zeg ik. Dus die moeten we even bestellen voor haar. Krijgt ze van mij nieuwe potloden. Maar, ach, ik vond het zo sneu. Potje geluk voor huis. Dan heb ik alleen geen scrappen meer. Ga je verhuizen dan, Eline? Ja, yes, de jongste van mijn zus. 4 uur rijden vandaan. Met ze hier ook weer. Schoolkinderen zijn allemaal over. En wie niet zo best mee kon, mag een soort van examen in september doen. Jo, wat heftig ook wel, hè? Ja, vroeger wenste hij dat altijd. Maar als het echt gebeurt, is het toch wel heftig, hè? Ja, ja, ja. Dus, ja, en mijn zus die kwam toevallig op de radio. Omdat ze bedacht had dat het leuk was. Ze had een soort inzamelingactie voor de juffen bedacht. Om iedereen tekeningen te laten sturen. En op de dag dat het afgebrand was, was dus die uitzending. Dus ze hebben het even aangepast. Dus ze hebben nu gevraagd of iedereen tekeningen voor de leraren wil sturen. Om zijn hart om erin te steken. Dat was wel heel erg schattig. Even kijken. Ik vermoed dat mijn kinderen wel trusten komen zeggen. Of niet? Nee, toch niet? Ik hoorde ze naar boven komen. Deze hier. Die daar. Dan heb ik hier allemaal losse elementjes. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind die achtergrond wel heel leuk geworden. This moment... You and me, dit moet blijven, want hier zit Matthijs.
hoe, wat, waar. Easy going. En die bloem. Oh, ze hebben allemaal een beetje... een beetje... waterspetters ontvangen. Dan geeft dat niet. Past bij de rest van de vibe. Kijk, het voordeel is dat ik nu ook niet bij deze foto niet te veel uit hoef te leggen. Want de rest van het boekje gaat daar gaat erover. Dus dat scheelt wel. Easy going. Dat is wel een goede titel. Bad vibes don't go with my outfit. Ik vind de kleur heel erg leuk. Maar de tekst misschien niet. Past hier niet bij. You glow differently when you're happy. Die hoeft ook niet erbij. En deze moet gemat worden op een papiertje. Al 14e voor een kleine eengezinswoning. Oh, spannend, Eline. Maar 14e, is dat... dat is wel... hier de leeftijd kan je het vergeten hoor, als je 14e bent. Dan als je misschien 2 of 3 bent. Ja. Oh, jij hebt het een keer meegemaakt? 6e klas. Vlak voor de afscheid. Ach. Oh, je had een musical wel al gedaan. Nou, hun niet. Want het voordeel is wel dat er al lokalen beschikbaar zijn. Want dat, waar ze naartoe zouden gaan, dat is dus al beschikbaar. Dus dat hebben ze nu nog sneller beschikbaar gemaakt. En daar kunnen ze dus al terecht met spullen. Alleen ja, hebben ze natuurlijk niet superveel spullen meer. Even kijken hoor. Wat voor foto wil ik maken? Of wat voor ondergrond? Ik denk het roze. Twijfel ik naar. Dus die haal ik er even uit. Ik vind dit ook wel een mooi kleurtje voor de onder. Misschien doen we een dubbele mat. Nou, heel erg duimen. Wanneer hoor je het, Eline? Ik hoop dat je het kunt zien. Ik vind de roze onder de foto het mooist doen. Dus ik ga beginnen met een roze mat. Zo. En ik ben heel lui, dus ik knip hem gewoon uit met de hand. Het wisselt 436 reacties. Oh, spannend. Ja, Dana, dat mis je zo even, hè? Voor je het weet ligt er wat. Nou moet ik dit wel... Oké, even onthouden dat dit losse pagina's zijn. En dat het niet in een hoes gaat. Dus goed... goed vastplakken, de boel. Kijk, als het in zo'n pocketpage gaat, dan kan je wel... hoef je niet super veel lijm te gebruiken. Maar als het in zo'n boekje gaat, ja, dan wil je wel dat het extra beschermd is. Oh ja, dat vind ik leuk. Eens even kijken wat we hier hebben aan stickers. Ik weet niet, ik heb deze setjes nog niet eerder opengemaakt. Ga eens even kijken wat er allemaal in zit. Oh, je zou geen ruimte hebben voor een eigen kamer. Laat staan een scrapkamer. Oh. Eens even kijken. Dit zijn clear stickers. Oh, fotohoekjes. Die zijn altijd leuk. Die halen we er vast uit. Dit zijn een soort van clear stickers ook. Planner stickers. Die ga ik zeker dan ook gebruiken. Alfabet stickers. Be you, so fun. En roosjes. Die roosjes zijn ook goed. En deze ook. Nog meer clear stickers. En dit zijn clear woordstickers. Dus dat is een storybook planner set. Dit is scrapbook stickers. Even kijken. Deze hebben ook status update. Dat is natuurlijk heel erg goed. Zo, clear stickers. Ook fotohoekjes. Ik vind hem wel wat somberder, dus ik ga die gebruiken. Who, what, when, where. Ja, die gaan we zeker gebruiken. Die is leuk. Die ga ik vast ook al opplakken. Gewoon qua... Um,
laagjes. Alleen dan moet ik deze... Ja, moet ik toch vast beginnen met plakken. Anders dan werkt het niet. Anders kan ik niet gaan versieren. Goed. Deze plakken we op. Ik plak hem niet helemaal in de rand, maar wel een beetje. Zo. Dan kan deze. Ja, die stickers zijn ook van Heidi Swap. Die horen bij die storylijn. Daar mocht ik wat samples van meenemen van de beurs. Er was niet super veel van. Maar ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd nog helemaal niet naar kunnen kijken. Of helemaal geen... Dus ik kijk nu met jullie mee, zeg maar. Deze is meteen scheef geplakt. Dus ik kijk met jullie mee hoe dit eruit ziet. Want ik heb het gewoon nog niet opengemaakt. Iets verder naar binnen. Zo. En deze, die kan mooi hieronder. Dan kan deze hier. Deze en deze kant. Waar ga ik voor je duimen, Elina? Spannend. Het zou mooi zijn, kan je van de flat af. Deze hier aan de binnenkant. Nou, die workshops die ik zou gaan geven, die kunnen we voorlopig vergeten natuurlijk. Hè? Helaas pindakaas, kan dat niet. Dus we moeten eigenlijk nog maar wat online workshops erbij gaan maken natuurlijk. En natuurlijk wel de Project 2020, de ongoing workshop. Hier moet iets anders nog bij, dus ik ga dit nog niet vastplakken. Remember vind ik een hele mooie. En die plakken we hierbij. Zo. Pure craziness is ook een hele goeie. Zwarte letters. I like you a lot. En nog mooie stickertjes. En dit zijn Don't Worry. Is ook een hele goeie. Check this out. Helemaal goed. Dat zijn de scrapbook stickers. En dan hebben we hier de Art Walk. Oh, is Artwalk. Dit is een andere lijn, dit. Niet dat we die niet mogen gebruiken, maar om het overzicht een beetje erin te houden. Dit zijn wel... ook stickers. Een zondagmiddag lijf of zo. Oh, nou, dat kunnen we wel een keertje doen. Een zondagmiddag kunnen we wel een keertje lijf gaan. Tekststickers en embossed fotohoekjes. Dat vind ik ook heel erg leuk. Kunnen we mooi dat groen een beetje terug laten komen. Dus dan plakken we die vast op. Daar hou ik van. Fotohoekje ben ik sowieso erg fan van op het moment. Dus die zal je me wel vaker ook terug zien laten komen. Super cool. Ah, Carina, dat is lief. Iedereen een virtuele knuffel. Nou, echt wel. Eens even kijken. Hier moet wat bij. We hebben hier natuurlijk nog dat papier. Dus dat kunnen we mooi terug laten komen. Zo. Die kan gewoon hier. Als we daar nou dit bekende L van maken... Knuffeltjes terug. Super lief. Zo. Dan is dit een mooie basis voor die L. Maar ik weet niet of ik deze hier wil. Aan de andere kant. Het balanceert hem wel uit. Maar dan moet deze hier niet. Dan moet dit een grote bloem worden. Hebben we? Misschien hebben we ephemera. Daar heb ik nog niet naar gekeken. Even spieken. We hebben geen ephemera van de
art walk. Wel. Nee. Nee, we hebben geen ephemera op het gebied van de storyline. Geeft niks. Betekent niet dat we het niet kunnen gebruiken natuurlijk. Maar we hebben dus alleen maar stickers. Ze heeft zeker een pup. Die wordt zwaar gemist, die pup. Kijk, wat we dan doen. Dit zijn clear. En die vind ik een beetje zonde om hier op te plakken. Dus. Kijk hoor. Dat is wel heel glad papier. Dan neem ik wat wit papier. Daar plak ik deze op. En dan knip ik ze uit. Ik kan ook die uitknippen hoor, daar niet van. Ja, Robin en Matthijs. Nou, ik ook hoor. En ik mis jullie ook. Maar we houden heel braaf. Heel af en toe doen we heel even bij de voordeur van afstand naar elkaar toe blaren. Maar de hele buurt kan zo meegenieten. Dat is ook zo'n dingetje. Maar we missen er wel hoor. Dus nou ja, het komt goed. Het komt goed. Gelukkig hebben we mobieltjes, spreken we elkaar nog. Achter even facetimen. Vooral achter elkaars kont aan zitten. Heb jij vandaag de was al gedaan en zo? Lekker in. Nou. Maar goed, het is voor het goede doel. Het is nog even doorbuffelen met de verlengde maatregelen. Maar goed, aan de andere kant, we weten nu wel waar we aan toe zijn. En in ieder geval, in ons geval, tot 11 mei homeschooling. Dus we zijn er wel even zoet ermee. Nou ja, we zien het wel. Maar een online een live op zondag wordt wel gewaardeerd. Begrijp ik. Kijk, dit is leuk. Die kan je er ook tussen steken. Oh, dit vind ik helemaal leuk. Ja, FaceTime. Ja, wij ook hoor. Dan zeg ik. Vanmiddag had Robin had cottage cheese op zijn brood. En dat is voor hem iets nieuws. En dat vond hij echt heel lekker. En ik weet dat mijn moeder dat bijvoorbeeld ook heel lekker vindt. Dus ik zeg, weet je, bel oma even. Zeg even wat je op je brood hebt. Gewoon van die kleine simpele dingetjes. Dus dat. Dat komt helemaal goed. Ja, nou, Carina, je werkt wel meer dan 3 dagen in de week. Voor de mensen die het niet weten, Carina is juf van een groep 8. Normaal gesproken staat ze 3 dagen voor de klas. Nou, inmiddels staat ze nu 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor de klas. Met dat digitaal beschikbaar zijn. En groep 8 ook nog is. Dus er moet wel gekeken worden naar een eindmusical of zo. Dus even kijken hoe ze dat op gaan lossen. Alle respect hoor. Ik vind het maar wat. Geen kamp. Het is hem allemaal net niet. Maar goed. Online lijfje. Nee, helemaal niet. Even kijken. Je mist je ouders gewoon aan zijn vriendinnen. Oh. Nou, dat ik kan me voorstellen dat het een vervelende zwangerschap zo is, Nicole. En je bent zeker niet aan het zeuren. Absoluut niet. Wanneer ben je uitgerekend? Je wilt toch samen gezellige spulletjes gaan kopen, bijvoorbeeld. Of even snuiven naar wat babykleertjes. Of bij elkaar meegaan naar echo's of wat dan ook. Ja, ik vind niet dat je zeurt hoor. Mag best. Af en toe. Ja, ik vind dat ook hoor. Ik vind ook wel dat je het moet durven zeggen. En je leeft nog. Maar ik vind dat je daar best af en toe eventjes wat over mag zeggen. En dat, ik denk dat dat hier ook prima kan. Want je wil je ouders niet ongerust maken. En je wil je vriendinnen, hè, die willen dat, wil je misschien ook wel anders tegen zeggen.
Dus ik denk dat dit een prima plek is om dat soort dingen gewoon even te uiten. Vind ik hoor. Dus lucht je hart maar lekker. En ik vind niet dat je zeurt. 10 juli. Oh, wat spannend. Oh, je vriend mag niet mee naar de echo. Oh, dat vind ik echt heftig hoor. Misschien kan je hem facetimen op het moment dat je er bent. Dat kan misschien nog wel. En dan is het toch een beetje dat je samen bent. Absoluut hoor. Ja, want je bent natuurlijk juf op de school. Dus je hebt je kinderen in de klas. Maar je hebt ook je eigen kinderen waarschijnlijk thuis die les moeten hebben. Die moet je ook ineens juf voor zijn. Is toch anders? Ja, filmen hoor. Dat moet je doen. Of live of filmen inderdaad. Kijk, dit vind ik wel leuk, die bloemetjes hier. Ja, dus dan gaan we dit opplakken. Hier mag alles. Mee eens. Hoort er toch een beetje bij ook, hè? Doe hem wel daaronder. Vond ik wel leuk. Zo. Mijn bevalling mag ook niet. Oh. Ja, dat weet ik niet hoor. Oh, ik hoop maar dat het tegen die tijd over is. Daarbij thuis wel natuurlijk. Nou, kraamvisite gaat ook even anders. Oh, zwaar risico, longproblemen. Ach, nou Nicole, ik heb het met je te doen. Dat is niet leuk. Zo. Het enige, nou had ik ze net anders liggen, denk ik. Want ik heb hier een plekje wat ik lelijk vind. Dus noemen we ze even zo. Zo. Losten we wel weer op met losse hartjes en sterretjes. Lekker al die losse spulletjes bij gebruiken als confetti. Hoppakee. Bad vibes don't go with my outfit. Dat is schijnbaar een hele favoriete quote. Even kijken hoor. Ik heb hier nog hele grote. Die vond ik eigenlijk dat ik zei net niet leuk. Maar ik wil deze hier gebruiken. En dan passen deze daar wel weer heel erg goed bij. Om hier in dit hoekje vast te plakken. Als accentje. Hier moet ook nog iets komen. Deze die past qua kleur wel heel leuk. Maar ik vind het denk ik leuker als ik iets heb wat in de lengte is. Dus dan moet ik even kijken. Recorded kunnen we gebruiken. We hebben hier nog wat dichte stickertjes. Dat vult dat gaatje daarop. En dan doen we hier ook nog een stickertje. Meet the Squad. Kijk, dat is een leuke. Die zocht ik. Die kan hier. En die gaan we matten op roze. Dan heb ik natuurlijk niet mijn cirkelstans hier liggen. Maar, dan heb ik hier wel nog een stansje van. Oh, kijk hem eens perfect passen. Ha! Die gaan we gebruiken. Dat is een stansje van Elizabeth Craft Design. En dan moet ik alleen zorgen dat die precies goed zit. Dan heb ik natuurlijk geen washi hier bij de hand. Even een washi-tapeje opsnorren. Dan kijk ik meteen in mijn bak of ik niet ook een Heidi Swap washi-tapeje heb. Want ik heb zoveel washi-tapejes meegekregen. Nee, geen Heidi Swap washi-tapeje.
Geeft verder niet. De eerste, de beste die ik pakken kan, is met cadeautjes. tweede keer. Welke? Even kijken hoor. Oh, het kind mag niet mee. Deze week bevallen is en de partner mee mocht. Ah. Ja, het is lastig hoor. Ach, na 5 jaar eindelijk. Oh, heftig hoor. Nou, ik heb het wel met jullie te doen. Weten jullie al of het jongetjes of meisjes worden? Zijn. Je kan natuurlijk weinig nog aan veranderen. Ah, nee. Wacht even hoor. Daar gingen krijtjes. Je hebt nog een beetje hoop. Ja, precies. Ja, het is overal anders, hè. Het is een rare situatie. Dat is zeker. Wat leuk, een tweede jongen. Superleuk. Ik kan er alles over meepraten. Nou, gefeliciteerd ermee. Leuk. Meet the squad. Kijk, die past qua kleur echt helemaal leuk erbij. Zo. Hier komt natuurlijk een beetje... Oh, een meisje. Wat leuk. Gefeliciteerd. Superleuk. Die komt daar. Even kijken. Er mist natuurlijk nog wel iets op, hè? Eens even kijken. Right now. Hier mist nog wel iets aan embellishmentjes. Misschien dat we nog die leuke quotes kunnen gebruiken. Oh, die zijn hier. Celebrate, adore, party, unique, vacation. Nee. Carpe diem, seize the day, enjoy the present. Dat is nog eens een hele toepasselijke. Enjoy the day. Die gaat hier, ja. Wat zullen we nog meer doen? Uiteraard een lijntje. Zonder lijntje is het niet af, hè? Oh, deze moet nog opgeplakt worden. You plus me. Schrijven, ja precies. Ja, er moet heel veel geschreven worden. Dat mis je ook echt nog op deze pagina. Je merkt het meteen met die zwarte lijntjes dat het meteen meer afvoelt. Zo. Dus er moet absoluut geschreven worden. En ik denk ook dat ik wat ga stempelen. Ik heb hier eentje met kleine... Nee.
even spieken. Ik heb hier kleine achtergrondjes. Enjoy the now. Ik heb geen zin om andere spullen te pakken. Dus ik moet even doen met wat ik hier heb liggen. Niet dat dat niet genoeg is natuurlijk. Eens even kijken. Ik heb hier Keep the Drama for Your Art. You Are Amazing. Lama. Ik heb hier Let's Go. Foto op. Seeing the Sights. Happy Moments. Let's Go in een ster. Of documenting. Die vind ik ook leuk. Hier wil ik ook nog wat mee doen. Met die embossing mallen. Stencils. Stencils. You Are Perfect. Everyone Needs a Sidekick. Oh, die ga ik misschien gebruiken. Want ik heb hier mijn sidekick natuurlijk. Gather Up Your Bravest Self. Oeh, die gaan we gebruiken. Gather Up Your Bravest Self. Brave Itself and Head Off Into the Wild Unknown. Die vind ik echt heel erg leuk. En toepasselijk. Die wil ik hier gestempeld hebben. heerlijk. Lekker jurkjes kopen. Toepasselijke dit. Oh. Ah, vlek gemaakt. Nou goed, die gaan we fixen. Zo. Die, dat vlekje, dat moet gefixt worden. Dat ga ik fixen met een goud washi-tapeje. Even kijken of ik die zo 1, 2, 3 kan pakken. Hier niet in. Zo. Waarom willen we die? Project Life pennen? Ja, deze. Dit zijn de nieuwe pennen van Amy Tangerine. Dat zijn de Project Life pennen. Die zijn hetzelfde. Die schrijven gewoon heel erg fijn. Morgen ook spijt, maar je ligt in bed al te kijken. Dat scheelt. Is dat zo laat? Valt mee nog. Kijk, dan heb ik hier een klein beetje goud toegevoegd. Dat betekent dat ik hem op een ander plekje ook nog toe ga voegen. Want anders dan is het een beetje uit balans. Zo. Het tegenovergestelde. Nou, ik vind hele fijne pennen. Maar ik weet dat mijn mening niet altijd gedeeld wordt. Gather up your brave self and head off into the wild unknown. Dan ga ik de rest ook denk ik gebruiken. Ik heb hier namelijk nog een hartje aan een touwtje. En die vind ik hier heel erg leuk. Dus die ga ik ook toevoegen. Ik denk dat ik hem binnen. Ik ga hem hier in het hoekje doen. Lekker consequent dit. Zo.
En dan denk ik, hij is een klein beetje wazig. Komt misschien door het achtergrondje of door de inkt. Dat durf ik zo intuïtief niet te zeggen. Maar durf ik hem hier nog een keer te gebruiken? Eigenlijk wilde ik wat anders doen. De kissing techniek. Maar daar moet ik een andere stem voor hebben. Dus dat gaan we nou even niet doen. Wordt te lastig. Deze stempels zijn van Jane Davenport. Dit zijn de nieuwste stempels van Jane Davenport. Be Brave. Nou zijn het de eerste keer dat ik ze gebruik. Dus misschien dat ze daarom iets waziger zijn. Het zijn van Spellbinders. Dat is de nieuwste lijn was dit. Dat was heel erg leuk. Want we liepen op de beurs. En de mensen van Spellbinders. Die herkenden mij van de beurs van Amerika. Dus die zeiden. Oh ja, je bent fan van Jane Davenport. Hier heb je deze stempels. Dus dat was wel heel super tof. Want ik had ze helemaal niet eens gezien. Maar ze doen het echt heel leuk hier zo. Bloemetje er nog bij. Net even die kleine accentjes. Hier en daar. Hop. Leuk. Ik ga ze zo laten zien. Wacht eventjes. Ik zal ze op het kaartje laten zien. Het is heel fijn getekend. Dus ik hoop dat ze zichtbaar zijn. De tekst is dus: gather up your bravest self and head off into the wild unknown. En de afbeelding is een beer met een meisje. Dan is hier een hartje op, een beetje een lang hartje. Be brave, bloemetjes, leveersbeestjes, een hangend hartje. Superleuk is deze. Dus dat is deze set en die heet Brave Bear. Die is wel heel toepasselijk. En dan heb je hier nog Perfect Cat. Everyone needs a sidekick. Een bloem, een strik. You are perfect. En dan een meisje met een kat. Dus die is er ook. En dan, kijk hoor. En dan heb ik deze. Dit is Llama Drama. Keep the drama for your art. You are amazing. Een strikje, een hartje, een lama, een losse lama, een meisje en een bloemetje. Dus die is er ook. En volgens mij was dat wat ik hier nu bij de hand heb. Ja, volgens mij is dat, waren er drie setjes. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Dus dat is wel heel erg leuk. En deze is ook een hele erge favoriet. Deze is van Magical Forest van Kreetpeper. Oh My Darling, Make Believe, Dream. Die poppetjes, you're my favorite star. Ik denk dat ik die ook nog wel. Zeker die hartjes, laat ik die ook gebruiken. Dat waren ze, ja, dank je. Hartje en een sterretje. Een dicht hartje. Een beetje die zwarte accentjes toevoegen. Eigenlijk moet ik dit gewoon met een heel klein stempelblokje doen. Even voorlangs, sorry voor mijn hoofd en zo. Ik kan natuurlijk mijn inie mini stempelblokje niet vinden. Dan maar een iets groter blokje. Je wil het gezellig maken, ja. Kruidnootjes om te bakken. Ik had bedacht om koekjes te bakken. Want ik had natuurlijk, die jongens hadden van de week koekjes versierd in de live video. En dat was zo goed bevallen dat ik dacht, oh weet je wat, ik ga gewoon, we gaan van de week paaseieren maken. En dan gaan we die aan iemand geven of zo, weet je wel.
Ik kan geen bloem vinden in de winkel. Dus die, dat plan moet maar even wachten nog. Sterretjes. Daar mogen er wel wat meer van. Dit is, jawel, het is wel archival inkt. Dit is de dilution ink van Dilutions. Maar dit is gewoon archival inkt. Maar het is een handig klein, klein dingetje. Maar het is, dit, ja, het is gewoon, gewoon archival. Ja, kijk of er weer bloem is. Standaard tripje bij de Albert Heijn of Jumbo of waar we ook boodschappen doen. Of er weer bloem is. Zo. Dit hartje, daar baal ik een klein beetje van, want die is dus een beetje uitgelopen. Nou komt het misschien omdat het een nieuw stempeltje was, dat die nog een beetje wazig was. Durf ik niet helemaal te zeggen, maar ik wil het wel gefixt hebben, want ik vind deze niet zo mooi. Dus dan moeten we toch even kijken. Kijk, deze gaat weer terug in zijn verpakking. Nou hadden we net die stickers natuurlijk. En daar zat ook nog een bloem bij. Dus misschien dat ik hem ga vervangen voor een bloem. Of deze hier ga plaatsen. Maar dan vind ik dat weer net, vind ik niet leuk. Een fotohoek zal ook niet werken. Dus we hebben hier bijvoorbeeld nog een bloem. Ja, ik denk dat ik die er gewoon overheen plak. En daarna het randje afknip. Want ja, ik vond hem gewoon... Ik vind het een hele mooie. Ik dacht dat ik hem nog een keer gestempeld had ergens. Nou zie ik hem nu weer terug. Maar hij was te dik en te wazig. Dus dan lossen we dat zo op. Dus dan knip ik die gewoon af aan de andere kant. Opgelost. Nou, er moet nog tekst bij. Die gaat er ook bij komen. Die ga ik ook omlijnen. Zo. Ik doe ze niet helemaal omlijnen, denk ik. Maar in ieder geval, deze wel van onder naar boven. In ieder geval een klein stukje om ze te accentueren. Zo. Dan dit stukje natuurlijk ook, want dat zie je meteen dat dat wegvalt. En dan... Ja, komt zeker nog tekst op. Wat weet ik nog niet. Ik zit eraan te denken om de typemachine uit de kast te halen. En stukjes te typen. En die als teksten te gebruiken. Wat heel belangrijk is, denk ik, in dit album, is data. Deze foto is van vandaag, de 31ste. Daar ben ik heel slecht in datums. Dus dat, of tenminste in spiegelbeeld. Dus, hoop ik dat ik het goed doe. Ik kan dat niet onthouden, hoe dat precies in elkaar zit. Dit is 2, dat mag dan naar 3. En dan die 20 moet dan goed staan. Dus dat ga ik natuurlijk op een restpapiertje eerst even testen. Of dit de juiste datum is. Een heel klein restpapiertje. Dat is weer een te mooi restpapiertje. Laten we de achterkant van de stickervel nemen.
31,320. Dus dat heb ik goed gedaan. Dus alleen de zit het nog niet helemaal netjes. Zo. Dan wil ik het eigenlijk hier in stempelen. Alleen dit is glad. Dus ik denk niet dat dat heel mooi blijft. Ik ga het gewoon hier bovenaan de pagina stempelen. En dan... deze blijft dus bij dit boekje nu. Dan weet ik dat we dat zo zien doen. Ja, ja, ja. Gingen zeker eerst op een kladje stempelen. Dan is dit... Ja, ik denk dat ik dit wel heel leuk vind zo. Dus dan gaat dit hierbij. In dat albumpje. Nou, nu ga ik het natuurlijk nog niet erin doen. Want ik ga hem steeds als je gaat werken, ga je er natuurlijk mee werken. Wat ik fijn vind hieraan, aan dit systeem, is dat ik gewoon ongestoord in dit boekje kan werken. En ik niet bang hoef te zijn dat ik mijn pagina's beschadig met het er doorheen halen van die elastiekjes. Want deze stofjes, die haal je er gewoon uit. Dus dat scheelt heel erg. Dus ik ga kijken wat ik er nog meer in ga doen. En dan wordt dit mijn verzamelboekje. Ja, ik ben daar helemaal blij mee. Dus die, even kijken. Kijk, dit is hier gewoon een voorbeeld. Misschien komen er nog wat dingen in. Ik weet het niet. Ik zie wel dat ik dit iets beter vast moet plakken. Maar dat komt ook wel goed. En dan zien we wel hoe vol dit komt. En ik hoop dat hij echt heel dik wordt eigenlijk. Lekker vol met papier en spulletjes. Ik word hier in ieder geval heel blij van. En datzelfde geldt dan voor deze boekjes. Die gaan daar ook in. Dus dit is een ruitjesboek. Ik moet even bekijken wat ik daarmee doe. Misschien dat ik daar ook gewoon scrapbook gessen overheen en scrappen. Moet ik even kijken. Ik vind deze het minst leuk, zeg maar. En dan is dit de bullet journal. Nou, die andere kun je natuurlijk ook eventueel als bullet journal gebruiken als dagverdeling. Er zijn nog andere setjes. Ik denk dat ik vanavond morgen even nog een winkelbandje ga vullen. Misschien. Maar ik vind dit echt... Heel erg leuk geworden. Ik word helemaal blij hiervan. Dit papier lijkt nu wel een beetje op die, op het effect van het waterkolenpapier. Van die Tsuko, hoe heet dat spul? Een beetje op dit papier. Hè? Dit wat knipperig, knasperige. Dus deze doe ik er ook in. Wat ik zei, ik denk dat ik heb er nog meer liggen. Dat ik de jongens allebei een boekje geef. En ze lekker laat tekenen en schilderen erin. Moet ik even kijken. Komt helemaal goed. Maar dus we gaan het corona geschiedenisalbum maken. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat ik een kit ga samenstellen met spulletjes. Zodat ik dat op de eettafel kan zetten. Dat de jongens daar ook mee kunnen spelen. Ik zie het helemaal zitten, jongens. Ik hoop... dat ik hier en daar wat kan filmen. Dan plaats ik dat uiteraard op Instagram en niet op Facebook. Dus dat is wel heel erg leuk. Op dit moment voor Emma's World, inderdaad, Lucinda, de eigenaresse van Emma's World, ligt ziek thuis met vermoedens van corona. Het gaat redelijk. Ze is nog steeds thuis. Ze voelt zich hondsberoerd. En ze heeft 4 kleine kindjes thuis. Dus het is echt heel pittig. De webwinkel is daarom gesloten. Echter, er is ook iets met haar Facebookpagina gebeurd. We weten niet wat. En het is, hij is uit de lucht. Misschien heeft dat te maken met haar Facebook, met haar internetpagina. Maar ze kan haar winkel alleen maar uit of aanzetten. Mocht je op dit moment dus geen mail van haar krijgen, heb even geduld. Het komt echt goed. Ze is echt doodziek. Dus als dit allemaal voorbij is, dan gaan we allemaal weer bij haar kopen. Op dit moment gaan we even niet bij haar kopen. Waar kun je wel kopen? Je kunt natuurlijk bij alle andere winkels nog kopen. Mocht je bij Scrap Heap willen kopen, haar man
de man van de mevrouw van Scrap, ik ken ze persoonlijk niet, weet ik dat hij in het ziekenhuis ligt aan de beademing. Het is geen corona wat hij heeft, maar hij is doodziek en dat gaat al ietsje beter. Maar ze had heel groot ingekocht voor arts Specially die niet doorging. Dus ze zit echt een beetje met haar handen in het haar. Dus mocht je een winkel willen sponsoren, zeg maar, met je spullen, kijk dan ook eventjes bij haar op de website. En verder, ja, gewoon natuurlijk bij de winkels bij wie je altijd ook bestelt. Maar ik denk dat ik ook eventjes ga kijken waar ik die storyline kan bestellen. Van als ik goed de winkels in kan schatten, dan kun je het in ieder geval bestellen bij Scrap Delight uiteraard. Doe het ding waarschijnlijk. Scrap Ateliertje zal me hoogst verbazen als die het niet heeft. Hobbywerker zal het waarschijnlijk ook wel hebben. Dus dat zijn een beetje de winkels waarvan ik sowieso eigenlijk wel kan verwachten dat ze het daar hebben. Dus ik zal haar alle beterschapswensen doorgeven. Komt helemaal goed. Ik ga stoppen. Ik vind hem heel erg leuk geworden. Ik ga er nog even een fotootje van maken voor op het internet. En dan zie ik jullie allemaal heel graag terug. Stay safe, stay home. Enzovoort. Post lekker dingetjes. Wat je leuk vindt. En laten we het met z'n allen met elkaar gezellig houden. Voor de zwangeren heel erg veel succes. En ik hoop heel erg dat jullie heel snel weer met elkaar naar de echo's kunnen. En dat het allemaal weer goed komt. En Eline, duim duim voor je huisje hoor. Hey, wel trust allemaal. Doeg!